Maar hier is het soms echt warm, plus de warmte kan ergens heen. Het is best wel verlaten, er zijn niet zo heel veel toeristen. We zijn nu hier bij Faro Punta Caylinas. Hoi en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ja, we zijn nog steeds in Colombia. We zijn nu in Cartagena. We hebben even een korte tussenpauze genomen tussen de laatste vlog die je zag en nu. Maar we zijn weer helemaal terug. En vandaag gaan we Cartagena bezoeken. En dat ligt aan de kust. En het is hier bloed en super bloed warm. En bloedheet. Serieus. We hebben de afgelopen 2 weken op een eiland gezeten. San Andres en Providencia. Daar was het op zich ook al best wel warm. Maar hier is het soms echt warm. Plus, de warmte kan ergens heen of zo. Er is geen wind, dus de hele stad is bloed en bloed en bloed en bloedheet. Ja. Daarom ook mijn outfit van vandaag. En thumbs up voor Dominique's nieuwe shirt. Ja. Helemaal leuk, toch? Dan gaan we nu even wandelen. Cartagena is een van de oudste steden van Colombia. Dat kun je ook heel goed zien in het historische stadscentrum wat ze hebben. Zie je heel veel Spaanse koloniale mooie gebouwen. Ze hebben zelfs nog de stadsmuur eromheen staan. Wat eigenlijk de eerste keer is dat wij dat zien zolang we nu in Colombia zijn. En dat is een heel erg groot contrast met de hele andere kant van de stad. Want achter mij zie je het nieuwe gedeelte, Boca Grande heet het, Grote Mond. En ik weet niet of dat slaat op de bij of op de hoge gebouwen. Maar dit is ook de eerste keer dat we echt een mooie skyline zien in Colombia. En daar gaan we nu naartoe. We zijn net naar de film geweest en normale mensen, tenminste de meeste toeristen, kijken dus ons ondergang op de oude stadsmuur. Maar de film is iets te laat afgelopen, dus wij kijken naar het winkelcentrum. Dat doe ik niet heel verkeerd. Nou, we zijn weer uit Cartagena. We hebben gisteren een hele lange reisdag gehad. We zijn helemaal met de bus naar Rio Hacha gegaan. We hebben een nacht geslapen. En vandaag is het tijd voor nog een hele reisdag. Want we gaan helemaal naar het noordelijke puntje toe van Colombia. En dat is van heel Zuid-Amerika zelfs. Dat is de woestijn. Ja, je zou het niet verwachten, maar Colombia heeft ook woestijn. En dat schijnt een hele bijzondere omgeving te zijn met heel veel indigenous bevolking. Dus dat gaan we nu doen. Maar daarvoor moeten we wel nog best wel een hele reis afleggen. En we moeten eerst wachten in de taxi, want we gaan pas vertrekken als we 4 personen hebben. Ik ben benieuwd hoe lang het gaat duren. Ja, ik hoop niet al te lang meer. Maar we zitten gelukkig wel in de airco, dat scheelt toch wel weer. Want het is weer bloedheet, net als in Cartagena. Nou, nog veel warmer eigenlijk wel. Maar stinkende rit zijn we eindelijk hier aangekomen in Cabo de la Vela. Het is best wel verlaten, er zijn niet zo heel veel toeristen. Dat was ook een beetje het doel om het iets minder toeristische Colombia te gaan zien. We zijn een beetje moe, ik heb ook best wel hoofdpijn van de rit. Dus we gaan nu even gewoon een rustige wandeling maken en dan gaan we morgen een dag vol activiteiten hebben. Dus ja, het is wel lekker weer trouwens. Nu het een beetje, de zon gaat nu maar onder. Dus het wordt een beetje lekker koel en het waait hard, dus ja. Thank you.
Overal ter wereld verzinnen ze de gekste namen voor toeristische attracties. Soms heel erg ver gezocht. En ook nu weer zijn we bij zo'n toeristische attractie met een beetje een aparte naam. Heet Pilon de Azúcar. Moet een berg met suikerklontjes voorstellen, met suiker. Maar eigenlijk is het gewoon een berg. Maar het is wel de highlight van Cabo de la Vela. Vandaag doen we een soort van mini-tour rondom het dorp. Het ziet er wel heel erg mooi uit. Het is ook weer ontzettend lekker weer. We hebben net al even op het strand gelegen, maar ja, de schaduw was weg, dus we willen ook niet verbranden. Dus we zijn weer naar boven gekomen bij deze attractie. En daar staan allemaal leuke kraampjes waar de Wayuu-vrouwen, zo heet het traditionele volk wat hier woont, een minderheid, verkopen traditionele tassen. En die tassen zijn allemaal met de hand gemaakt, zien er ontzettend leuk uit. We hebben een mooie waterfleshouder op de kop getikt. En het is ook wel heel bijzonder hoe ze die tassen maken. Want zodra meisjes hier voor de eerste keer ongesteld zijn, had ik gelezen, worden ze heel cruw eigenlijk gezegd, worden ze in een kamer opgesloten met andere vrouwen, totdat ze de skills van het maken van deze tassen helemaal onder de knie hebben. Want ze gaan alles, al die patroontjes leren ze helemaal te maken. En dan krijg je van deze hele mooie, bijzondere tassen. En wat ik ook had gelezen op internet is dat, omdat dit gebied zo ontzettend arm is en dit hun hoofdinkomsten eigenlijk is, het maken van deze tassen, is het niet echt de bedoeling om af te dingen. Dus dat hebben we in dit geval ook niet gedaan. En we hebben ook nog gelijk een mooi armbandje op de kop getikt. We zijn terug van de tour en we zitten in onze hangmat, wat tevens onze bed is eigenlijk. We hebben hier vannacht ook al ingeslapen. Het slaapt best wel lekker, maar het koelt best wel af. En Do is ultiem aan het chillen. En die kijkt weer allemaal series. Zo komen wij ons leven hier wel door. Maar we gaan morgen alweer weg. Je hebt ons de laatste paar dagen heel erg veel zien reizen. En dat was allemaal om naar dit punt te komen waar we nu zijn. We zijn nu hier bij Faro Punta Gailinas. En dat is het meest noordelijke puntje van het continent Zuid-Amerika. We moesten er even wat taxis, bussen en heel veel hitte voor over hebben. Maar dan ben je er wel en dan zie je eigenlijk alleen maar woestijn, schapen en ezels. Maar daar doen we het wel voor. Oh, en trouwens, leuk fun factje. Hier zo ligt Venezuela. Maar hier, hebben ze niet getekend, ligt Aruba. En daar ligt Curaçao. Dus eigenlijk zijn we heel dicht bij Nederlands grondgebied. Maar dat kunnen we helaas niet zien vanaf hier. Het moet haast wel een van de meest afgelegen plekken zijn waar we zijn geweest op deze wereldreis. In ieder geval hier in Zuid-Amerika. Maar ja, daarvoor ben je dan ook wel een van de weinige toeristen die hier zijn. Ik denk dat er nog een stuk of 4, 5 anderen zijn. Maar dan krijg je wel een hele mooie omgeving, bijna helemaal voor jezelf. Wat eigenlijk ook wel een beetje triest is aan deze regio, La Guajira heet het volgens mij dit gebied, is dat het een van de minst ontwikkelde gebieden is van Colombia. En dat betekent dat er ook heel veel kinderen en mensen zijn die hier eigenlijk gewoon helemaal niets hebben. Kinderen zie je eigenlijk heel de dag een beetje op straat hangen. En wat ook wel heel treurig was, vandaag moesten we best een stuk rijden door de woestijn. En die wegen waar we doorheen reden waren heel smal. En eigenlijk elke zoveel kilometer stonden er weer kinderen met een touw gespannen om of voor geld te vragen of voor snoep. En eigenlijk is het best treurig, want vandaag is gewoon een doordeweekse dag. Dus eigenlijk horen die kinderen gewoon op school te zitten. Net gaven we ook nog wat koekjes aan die kinderen. Maar eigenlijk, mocht je hier ooit heen gaan naar dit gebied, neem dan ook snoep mee, want daar zijn ze heel blij mee. Maar geef ze vooral ook iets van schoolboeken of schriftjes of kleurplaat of kleurpotloden. Want ik denk dat ze daar eigenlijk veel meer aan hebben en dat ze dan misschien ook niet meer elke toerist gaan afpersen die hier op de wegen rijden. In ieder geval gaan wij lekker van de zonsondergang genieten, die we ook
gelukkig een keer weer helemaal voor onszelf hebben. En ook deze vlog afsluit, want morgen gaan we weer terug naar de bewoonde wereld hier in Colombia. En dat betekent ook dat deze vlog dus is afgelopen. Vond je dit een leuke video? Dan weet je wat je te doen staat. Abonneren, duimpje omhoog. En als je een vraag hebt, kun je natuurlijk altijd gewoon reageren. En tot de volgende vlog.